Goedemiddag iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag zondag, het is 10 na 12. En we zijn al wel even wakker, zeker ik voor een zondag. En wij hebben de rommelkamer een beetje opgeruimd en spulletjes naar boven gebracht. En ik ben een wasje aan het draaien, ik heb een wasje geplooid. We hebben lekker ontbeten. Ja? Lekker. Niels was naar de winkel. Nu gaat Niels wat tv kijken en chillen. En ik ga even buiten nog mijn boek lezen, denk ik. Want binnen een uur en een half moeten we al bij mijn papa zijn. Daarna moeten we bij Bente zijn, want Bente is 8 geworden. Is mijn metekindje. Dus daar gaan we even vieren. En dan deze avond gaan we eten voor Vaderdag. Dus het is nog wel warm vandaag. Maar oké, we hebben een hele drukke week gehad. Echt een van de drukste weken ooit, denk ik. Die we ooit hebben gehad. Dus we zijn wel blij dat na vandaag deze week gewoon voorbij is. Ik ga ook nog even mijn cadeautje inpakken. Bente wou een koptelefoon. Dus ik heb deze, zo'n oud roze van Fresh & Rebel, wel een goed merk, met bluetooth en er is ook wel een kabel bij. Dus die ga ik zelfs nog even inpakken, maar ik ga eerst even chillen in de zon. Wakker. Ik ben aan het monteren en aan het werken op mijn laptop. En nu ga ik een snackie eten. Een halve watermeloen. Dat is wel zo'n mini watermeloen. Ik heb al terug honger en het is nog wel... Ja, het is 11 uur, dus toch nog geen tijd om echt middag te eten. Dus ik ga mijn watermeloen eten terwijl ik werk. Ik heb denk ik gisteren niks meer gevlogd. Wat heb ik nog gevlogd gisteren? Ik denk wel bij band als we zongen en dan op restaurants eten. Dat was heel fijn, heel gezellig. Hele leuke vaderdag gehad. Wel vermoeiend. Ik had al gezegd, we hadden echt een heel vermoeiende week. Dus ik ben echt super blij eigenlijk dat alles zo wat achter de rug is. En dat we vandaag deze avond niks te doen hebben. Zalig. Eindelijk gewoon nog eens eten maken binnen. HelloFresh, want ik heb nog 2 maaltijden staan van vorige week. Omdat we zoveel te doen hadden, hebben we die niet gegeten. En gewoon chillen. Oh, kijk er al naar uit. Maar oké, vandaag nog een werkdagje. Ik ga deze vlog sowieso monteren. En dan moet ik nog content maken. Ik moet sowieso nog 1 tutorial filmen. En die foto en die stories maken, dus daar ga ik toch wel een 3-tal uren mee bezig zijn, denk ik. En
Ik gok dat het dan een uur of twee, drie gaat zijn. Eer ik daar allemaal mee klaar ben en heb gemonteerd en zo. En dan wil ik poetsen. Want deze week is er ook best veel volk over de vloer geweest. Oké, altijd buiten. Maar iedereen moet door het huis. Dus het huis is echt smerig. Dus ik hoop dat ik vandaag sowieso de boven gepoetst krijg. En dan eventueel morgen of woensdag de onder. We gaan zien. Maar oké. Ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Het was kort, maar krachtig. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doei!